goed idee? Een goed idee. Ik vind het perfect. Maar er zijn denk ik belangrijkere kwesties. Inderdaad, ja, vind ik het wel goed om daar bewust mee om te gaan. We zijn hier in Zuidland voor Voorne Putten Spreekt. De overheid is een campagne gestart om meer de fiets te pakken in plaats van de auto. Wat vindt u hiervan? Ja, ik vind het prima, maar ik ben een fietser, normaal. Dus prima, ja. Ja, en het dorp is veelal binnen bereik van een fiets. Dat is ook zo, ja. Dus, maar ik heb de mogelijkheid om te fietsen. Ik kan het nog, maar er zijn natuurlijk ook mensen die het niet kunnen. En dan ben je hier in de regio wel een beetje afhankelijk van de auto. Openbaar vervoer is toch iets minder. Op zich goed, maar er zijn denk ik belangrijkere kwesties om eerst aan te pakken. Niet mijn ding. Ik ben iemand die het liefst de auto in het restaurant zet dan ervoor. Ja, wel heel goed, maar het moet wel mogelijk zijn natuurlijk. Maar ja, het is voor alles is het beter, voor de mens zelf ook. Een heel goed idee. Ja, fantastisch. Ik fiets zelf ook graag. Alleen als het slecht weer is, is het wel eens jammer. Ja, nee, ik vind het wel een goed idee. Maar of dat allemaal gaat lukken, dat weet ik niet. Want de mensen pakken toch voor een klein stukje om de kinderen naar school te brengen snel de auto. Dat is mijn ervaring. Heel goed initiatief. Moeten ze wel plekjes maken dat je fiets goed kwijt kan. En eventueel op kan laden tegenwoordig. Maar dat is zeker waar, want je ziet, je bent met 20 man en de parkeerplaats is vol. En daar kun je 100 fietsen neerzetten. Dus ik vind het zeker een goed idee. Goed initiatief. Ja, prima. Ja, ik ben zelf hobbywielrenner, dus ik heb net een nieuwe racefiets gekocht om mijn werk. Met een soort fisk-free is dat, daar heb ik belastingvoordeel aan. En ja, dat is wel leuk natuurlijk. Ja, daar vind ik wel wat van, maar als je dus in een ander dorp woont en hier dus je boodschappen moet doen, ja, gaat dat niet. En ja, dat is afstand. Dat is... Ik ga wel eens op de fiets als ik weinig nodig heb. Snapt u? Ja? Nou, als het kan. Maar soms dan lukt het gewoon niet. Dus dat is heel... Ik weet het niet goed. Dus dan snap je dat een fiets voor mij een noodzaak is als ik moet. Maar ik vind dat... ik ben een autofreak. Ja, nee, op zich... Niet slecht, maar dat telt natuurlijk altijd al, toch, vind ik. Zelf binnen de bebouwde kom of zo deed ik altijd alles op de fiets. Alleen nou is het even lastig, ik heb een prothese gekregen. Dus, Ja, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Het is eigenlijk heel makkelijk om de auto te pakken en dat merk ik zelf ook wel. En het is veel beter om de fiets te pakken, denk ik, voor de gezondheid en voor het milieu. Ja. Inderdaad, ja, vind ik het wel goed om daar bewust mee om te gaan. Ja, en ik vind het heerlijk om te fietsen. Dus ja, zeker. Ja. Een goed idee. Ik vind het perfect. Ja, waarom zou je de auto nemen als je met de fiets kan? Het is een stuk goedkoper, minder vervuilend, et cetera, minder duurzaam, meer duurzaam. Ja. Dus daar sta ik helemaal achter. Fiets nou even niet zo makkelijk, maar zo gauw dat weer kan, ja, dan noem ik altijd alles op de fiets binnen de... In je eigen stad is het een beetje. En in je vrije tijd fiets je natuurlijk een stukje verder. Maar nee, ik vind het goed. Bewegen sowieso. Sporten. Gezond eten. Helemaal mijn ding.